New beats, new kick. New kick. Jan, wat is het volgens jou? Daar is niks van aan natuurlijk, het is het helemaal anders. In Amerika hebben ze nu ongeveer 100.000 kippen uitgerust met contactlenzen. Het is een beetje moeilijk omdat kippen als ze een ei leggen plegen hun ogen te sluiten even om het ei te leggen. Dat kunnen ze moeilijk doen met contactlenzen. Ik vind dat Jan zijn contactlenzen wat groot uitgevallen zijn. Ja, maar ik leg ook geen eieren natuurlijk. Maar dat doen die kippen dan met contactlenzen veel sneller. Ze vechten minder, ze zien elkaar liever. Heb jij contactlenzen of zoiets? Toch? Nee, Jan. Je kan ook populair zijn zonder bril natuurlijk. Ja. Maar het duurt niet lang natuurlijk. Maar ja, dat is weinig aan te doen. Dus wat zeg ik? Kippen met contactlenzen vechten minder, leggen sneller eieren, zijn vriendelijker voor elkaar en zingen liever. Eizona lei Jan een ei. We gaan naar Felice. Wat is het volgens hem? Wel, incredibel, maar ver ongelooflijk, maar waar. Maar in Amerika heeft men de meest rare experimenten ooit gedaan. Dat kun je ook nagaan als je de aantal presidenten volgt die ze ooit hebben verkozen. Maar dit gaat over kippen. En deze kippen, die probeert men namelijk tot rust te krijgen door daar videoopnames van te laten zien van beelden die op een normale, lekkere boerderij gebeuren. Dus wat ziet je? Beelden van een meistoop, beelden van boerinnen met melkkannen, opwindende beelden van prachtige hanen die paraderen voor de kippen. En daar worden de beesten heel rustig van. Het gaat dus over videotapes die ze laten kijken aan de beesten. Naar elkaar. Het is dus over een Amerikaans snufje dat het hebben. En volgens Sjaak is het new beat muziek dat men gebruikt om de kippen te doen leggen. Volgens Jan zijn het contactlenzen. En volgens Felice zijn het videoopnames die daarvoor gebruikt worden. Roosmarijn met de prachtige naam en Gunther. Gokken. Wat denk je, Roosmarijn? New beat muziek. Ja, ik dacht niet dat dieren naar tv konden kijken. Dacht je dat niet? Nou, zo'n kip die kijkt met zijn ene oog naar de televisie en met zijn andere. Ja, maar die kijkt maar, die zien niet, dacht ik. Oh, die zien. Rosmarijn. Jij kent toch zoveel runderen. Runderen. Kijk, alleen dieren daarna. Ja. Zakelijk dieren kijken naar Jacques. Ik ben geweldig populair bij de ja, padden. Dieren. Bij de padden, ja. En de ezels. Oh. Gunther, jij houdt het op videoopnames, hè? Ik houd het bij Felice, ja. Jij houdt het bij Felice. Wel nu. Het goede antwoord was Jan van Rompuy met zijn contactlenzen. Ach, hoe gek het ook mogen klinken, maar 0-0, hè? 0-0. Het blijft hier ontzaglijk spannend, hoor, dames en heren. Ja, 0-0. We gaan even een stukje film kijken om de gemoederen wat te laten bedaren. Daar schrijdt de fanfare onder de brug door op een platbodem. En daar komen twee speedboots aangeraast. Wat gaat er nu verder gebeuren, Jacques? Ja, de boot zal het schip moeten ontwijken, want we zien een orkest. Als hij erop zou varen, zouden het de kreuners zijn. Hij zal dus... Hij gaat dus over de brug vliegen. Hij zal dus de boot ontwijken, over de brug. Wat een boeiend gegeven, Jacques. Ja. Boten die over de bruggen vliegen. Je ziet ze vliegen. Oké, Jan. Ja, ik heb een oom die in de contactlenzenwereld zit, maar ik heb ook een oom in de filmwereld. Die heeft het mij verteld. Het is trouwens in de filmwereld legendarisch, deze sequentie. De boot duikt onder het water, periscoop komt even boven, duikt onder de muzikant, de boot komt er weer onderuit en vaart gewoon verder. Alsjeblieft. Ongelooflijk boeiend, moet ik zeggen. Ja, Jacques kijkt verbijsterd, maar... Vliegen, duiken, wat krijgen we nog, Felice? Nou, het is heel eenvoudig. Het is gewoon dus een van de medeplichtige boosdoeners komt met een helikopter. Het is vrij spectaculair. Het is een soort een Nederlandse versie van een James Bond film. Dus een soort helikopter die naar beneden komt, trapladder eruit en de boosdoener verdwijnt langs de trapladder en de boot vliegt de pletter tegen de kade. Ach, tegen de kade, gelukkig niet tegen het orkest. Met andere woorden, na elkaar door. De boot vliegt erover volgens Jacques Vermeire. Nee, duikt eronder volgens Jan van Rompuy. En wat hebben we dan nog als mogelijkheid? Er is een helikopter die de boosdoener helpt ontsnappen. En dat zijn de drie mogelijkheden. Roosmarijn en Gunther. Er moet gehokt worden en allemaal afdrukken. En jij zegt hij vliegt erover. Ja, want ik dacht dat ik het al gezien had. Je dacht dat je het al gezien hebt? Ja. Dat is boeiend, hè? Die Roosmarijn die kijkt zo vaak naar film. Ga je vaak naar film?
Ja, ook vaak, maar dat heb ik ook op een video, zo'n videoprogramma. Op een video? Zo, zo. Kijk eens aan. En Gunther, wat heb jij gezien? Ik heb gewoon gegokt. Je hebt gewoon gegokt? Gewoon gegokt, ja. Ga jij vaak naar de film kijken, Gunther? Nee, nee. Zelden of nooit, moet je eens nagaan. Wij wel. Wij gaan er nu nog even naar het vervolg kijken van deze film. Roosmarijn, de eerste 3000 zijn binnen. Schitterend, hè? Maar goed, daar moet je niet, te lang over dubben, hoor, Gunther. Want er kan van alles gebeuren. Bijvoorbeeld als we nu luisteren naar Bert de Koning. En ja, iemand die we nooit mogen vergeten. Schitterende Jean Rousseau. Jullie kennen hem misschien niet, maar ik wel. Goed gedaan. 3:15 liggen we samen in haar bot. We stoeien het water en we pletsen alle snot. Laten ons lekker zakken in het heerlijk hete soppenhuis. We laten ons lekker zakken in het heerlijke sop. En dan wordt er verder gezongen door Jacques Vermeire. Even fluisterend, zou ik zo zeggen. Jacques, ga je gang. We kunnen horen dat Bert heeft ook in Bonheide gewoond. Jean is trouwens van Mechelen ook. Ja. Bert vertoeft hier in hogere sferen. En hij zal de zeer originele tekst zingen. La la la, robbedop dop. Dat betekent la la la, robbedop dop. Top, ja. Is van Mechelen. Ja. Nou, het zegt wel wat natuurlijk. Sorry, Gunther, maar hij moet er toch maar opkomen. Wat zal hij zingen, Jan? Ja, het is puur Mechels wat hij nu gezegd heeft, maar ik geloof er niks van. Robbedop, dat was zeker. Dat is ook Mechels? Dat was zeker, Jan. Ja. Ja, daar is hij gespecialiseerd, hè? Ja. Je woont toch niet in Mechelen of zo? Vergis ik me misschien. Ik dank u, Jan, dat u mij toch even in de belangstelling brengt. Ik hoor Bonheiden. Ja, goed, dat is bijna Mechelen. We laten ons lekker zakken in het heerlijk hete sop. Ik dacht even dat het was, even later hadden we een rode kop. Maar dat is het niet, het is. En het zat er meteen bovenarms op. Het zat er meteen bovenarms op. Ja. Felice, wat is het volgens jou? In het water gaat een stormen, want zij was een hete pop. Maar nee, dat is het ook niet. Het echte is, en we zoeken onder water naar een zoekgeraakte stop. Ja. Het lijkt... Het is Mechels. We zullen er ons maar bij neerleggen. Het is ofwel een typische Mechelse uitdrukking die vaak gebruikt wordt als Racing Mechelen verliest. La 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 la, of het is volgens Jan van Rompuy, ja, het zat er meteen bovenaards op. Of het is een zoekgeraakte stop op zoek naar een zoekgeraakte stop volgens Felice Damiano. Nou, daar moet je mee doen. Roosmarijn en Gunther. En wat denk je? Een zoekgeraakte stop. Ja. Een zoekgeraakte stop. Ja. Normaal gaat de zeep verloren, maar een stop. Maar daar rijdt natuurlijk de zeep rijdt niet op hè? Nee, maar dat komt nogal eens veel voor. Vertel me waarom je me gelooft. Komt dat vaak voor dat je een stop kwijt bent? Nee, want ik ga nooit in bad. Oh! Ah. Ik ga even naar de andere zijde, hoor. Nooit in bad? Ze gaat nooit in bad, Gunther. Laat ze maar naar Australië gaan. Nee, je denkt ook een zoekgeraakte stop, hè? Ik denk het, ja. Ja. Ken je het nummertje? Nee. Nee. Nee? Zochtans een hees nummertje, hoor. We gaan al even een stukje luisteren. Laten ons lekker zakken in het heerlijk hete sop. En we zoeken onder water naar een zoekgeraakte stop. Zo. Ja. En dat zijn voor jou de eerste franken die erop komen te staan, hè? En hier komt er nog wat bij. Dus dat is 7000, 4000. Niks aan de hand. Gunther, niks aan de hand. Want nu gaan we heel erg ver in de tijd terug, toen Lambert van der Zijpen nog jong was. We zijn hier op bezoek om een 100-jarige te vieren.